Het koudste plekje ter wereld ligt, hou vast, in Gent. Dus wij met de Universiteit van Vlaanderen naar de fysica-gebouwen van de U Gent. Om te kijken naar wat er gebeurt als het heel koud is. Want hier ligt een plek waar het kouder is dan waar ook ter wereld. Min 273,15 graden Celsius. Dat is de temperatuur die we in ons lab hebben. Dat is letterlijk kouder dan in het heelal. Hou die thermometer omhoog, moet ze dat al kunnen. Ergens in het heelal, ver van alle sterrenstelsels, gemeten temperatuur die hoger is. Dit is Karel van Akkoleijen. Karel is gepassioneerd door de relativiteitstheorie, de zwaartekracht en kwantumfysica. Dat is de fysica van de allerkleinste deeltjes. En die deeltjes onderzoekt hij met een soort van turbo-diepvries. Maar waarom? Waarom ligt het koudste plekje ter wereld in Gent? Er gebeuren bijzondere dingen wanneer je de temperatuur verandert. Magische dingen zelfs. En dat weten we allemaal. Denk aan water. Wanneer je dat opwarmt, okay, dat blijft water. Totdat je komt bij 100 graden Celsius, dan verandert dat in één keer in een gas. Een andere fase, een andere toestand. Idem dito, wanneer je water afkoelt, komt je bij die 0 graden Celsius. In één keer, plotsklaps, krijg je daar ijs. Opnieuw een andere fase. Bij hoge temperatuur vliegen die letterlijk door elkaar, dat is de gasfase. Bij lagere temperatuur beginnen die over elkaar te rollen, dat is dan de vloeistoffase, water. Bij nog lagere temperatuur beginnen die te kristalliseren tot ijs. Nu, in ons lab, in onze kelder, hebben we geen watermoleculen. We hebben daar rubidiumatomen. Je hebt daar waarschijnlijk nog niet van gehoord. Rubidium, dat staat er ergens in de tabel van Mendeleev. Je kan dat opzoeken in de linkerkolom. We hebben een gas van die atomen. We koelen die nu af, niet tot 0 graden Celsius, maar veel kouder. Min 273,15 graden Celsius. Dat is een magische temperatuur. Je kan niet kouder. Wij zitten daar fracties boven, maar dus bij, heel dicht bij die nultemperatuur, dat absolute nulpunt, verandert ons gas. We krijgen iets nieuws. Iets ook wel mysterieus en ook wat onbegrijpbaar. We noemen het het boze Einstein-condensaat. En het is precies dat boze Einstein-condensaat dat we met ons experiment verder willen bestuderen. Daarvoor moeten we dus naar de kelder. Het boze Einstein-condensaat. Genoemd naar de Indiase natuurkundige Satyendranath Bose en een zekere Albert Einstein. Schoenen uit, veiligheidsbril aan en tada! Hier zie je ons experiment. Ik weet niet wat je had verwacht. Misschien een of andere superfrigo of zo. Goh, het ziet er in ieder geval niet uit als een frigo. Eerder als de binnenkant van een computer met overal van die ledlampjes en kabeltjes. En in het midden een zwart bakje ter grootte van een schoendoos. Alles werkt optisch, verstaan met lasers en magnetisch. Met heel nauwkeurig afgestelde magneetjes. En wel, zoals ze dan soms zeggen, this is where the magic happens. Het is hier in die glazen cel dat we uiteindelijk ons koudste plekje realiseren. Dat we die rubidiumatomen vangen en koelen. En we zullen nu even de lasers aanzetten zodanig dat je een eerste koude wolk tevoorschijn gaat zien komen. Hier hebben we nu dus onze gaswolk van rubidiumatomen. Het is hier al heel erg koud. Dat is nog geen boze Einstein-condensaat. Om daar uiteindelijk toe te komen, gaan we die naar boven moeten brengen, naar boven in die glazen cel. We gaan ze op dat moment niet meer zien. Ze wordt ook een stuk kleiner. Dus je vroeg, hoe ziet dat eruit? In feite zien we het niet meer. Het is een tiende van een millimeter. Maar met een goede microscoop en camera nemen we daar beelden van. Dus hier zien we de beelden die we uiteindelijk maken in ons lab. Je ziet dus het wolkje atomen. Het zijn letterlijk foto's van die atomen dus. Je ziet initieel het wolkje in de gasvorm. We gaan naar steeds lagere en lagere temperatuur bij de opeenvolgende beelden, totdat je uiteindelijk rechts onderaan het boze Einstein-condensaat tevoorschijn ziet komen. Een heel klein, relatief dens wolkje, in ons geval orde 20.000 rubidiumatomen. Ja, die beelden hier, hoort daar gewoon blij van, hè. Uiteindelijk zien we hier de kwantumfysica tevoorschijn komen. De kwantumfysica. De fysica van de allerkleinste deeltjes dus. Maar wat is daar zo bijzonder aan? Die microscopische wereld, de wereld van atomen, elektronen enzovoort, dat is echt een andere wereld dan de macroscopische wereld die we rondom ons zien. Dat is niet gewoon een miniatuurversie. Er gelden daar andere wetten. Wat zegt de kwantumfysica ons? Dat de kleine deeltjes waar we over nadenken, dat die zich fundamenteel niet gedragen als kleine knikkertjes. Nee, het zijn als het ware golfjes. Ze hebben een golfkarakter. Wat zegt de kwantumfysica ons nog? Bij hoge temperaturen zijn die golfjes
klein. Nu, bij lagere temperaturen wordt dat golfkarakter sterker. De golfjes worden letterlijk groter. Lage temperaturen geeft ons een vergrootglas op die kwantumfysica. En dat is natuurlijk de reden waarom we die lage temperaturen willen. We willen die kwantumfysica bestuderen. Wat gebeurt er bij die transitie naar dat Bose-Einstein-condensaat? We hebben in eerste instantie dat gas. Deeltjes die door elkaar vliegen en erbij horende die golfjes. Die golfjes worden bij lage temperaturen groter en groter tot ze beginnen overlappen. Het gaat over identieke atomen, maar op het moment dat ze overlappen kan je gewoon niet meer zeggen welk golfje hoort bij welk atoom. Het systeem ondergaat als het ware een identiteitscrisis. Het is daar dat het Bose-Einstein-condensaat tevoorschijn komt. Als je dan naar nog lagere temperatuur gaat, krijg je uiteindelijk als het ware één grote kwantumgolf. Één groot kwantumsysteem dat zichtbaar wordt. We krijgen die kwantumfysica, die kwantumeffecten te zien. Zo'n Bose-Einstein-condensaat is op zich al fascinerend. Er zijn er verschillende over gans de wereld al gemaakt, maar voor ons begint het hier pas. Met onze lasers en magneten kunnen we dat Bose-Einstein-condensaat controleren, als het ware kneden, het in verschillende begintoestanden brengen en zo verschillende experimenten uitvoeren. Oké, dat gaat ons dus iets leren over die allerkleinste deeltjes. Maar kunnen we daar ook iets mee? Als je bedoelt er iets mee doen in de zin van nuttig, ja, niet echt. Voor ons gaat het op de eerste plaats over fundamenteel onderzoek. We willen die kwantumwereld, en bijzonder de kwantumwereld van vele deeltjes, we willen dat beter begrijpen. Je moet weten, voor de ontdekking van de kwantumfysica wisten we in feite niks van materie. Als ik hier op die tafel klop, ja, ik klop daar niet door. Hè? Dat begrijpen we pas dankzij de kwantumfysica. Natuurlijk, dat begrip heeft ook tot heel veel toepassingen geleid. Essentieel, gans onze digitale wereld draait op de kwantumfysica. In die zin ben ik ervan overtuigd dat ons soort onderzoek uiteindelijk ook zal leiden tot interessante toepassingen. Bijvoorbeeld waar men aan denkt, zijn quantumcomputers of nieuwe exotische materialen. In feite weet ik natuurlijk niet wat er echt praktisch gerealiseerd zal worden. Maar ja, dat is natuurlijk wat in zekere zin onderzoek zo boeiend maakt. Je start ergens, maar je weet niet waar dat je uitkomt.